We zitten hier op City Plaza. Het heette vroeger De Smikkelhof. Jullie hebben het een andere naam gegeven. Brasserie Plaza. Waarom? Nou, dat klopt. Ik heb in 1993 dit bedrijf overgenomen. Toen zat de naam De Smikkelhof er al op. Met alle respect, het was niet de naam die ik koesterde. Ik wilde eigenlijk al begin 2000 wilde ik verbouwen, maar in verband met de plannen van Corio met City Plaza om te gaan renoveren en uit te breiden, moest ik wachten om mijn plannen te kunnen realiseren. Dus zodoende heb het even allemaal wat langer geduurd. Hoe is het met personeel? Hoe ben je eraan gekomen of is het oude personeel? Nee, uiteraard het oude vertrouwde team wat bij mij werkt en mensen die 10, 12 jaar al bij mij werken, zijn bij me gebleven. Ze hebben vanaf juni grotendeels thuis gezeten. Daarnaast hebben we een advertentiecampagne erop losgelaten. Er zijn onvoorstelbaar veel solstand opgekomen. Kleine 110 reacties. Daaruit hebben we heel goed kunnen selecteren. Vakbekwaamde gediplomeerde koks staan achter ons cooking center te koken. En dat is me erg makkelijk afgegaan dit keer, absoluut. Sandra en Joop Vet, erg veel succes en van harte gefeliciteerd. Ik dank u vriendelijk. Wij kwamen hier voorheen al jaren, dus het was gewoon een verrassing voor ons dat het er zo prachtig uitzag.